Je weet vast waar het tijd voor is. Een nieuwe pack opening. Want zwartjes zitten in packs, in vorm zitten in packs. Heel veel normale goede spelers zitten natuurlijk in packs. En de icons. Nou, ik weet wel dat we al heel veel goede gepackt hebben de afgelopen week. We gaan vandaag weer een aantal goede spelers packen. Hopelijk heb je zin in de video. Duw een blauwpje omhoog. Abonneer op Twinity. Richting 100.000 abonnees. En laten we snel beginnen. Bij een opstel aan FIFA.nl. Ga naar gamecardsdirect.nl en gebruik de code Twinity18 bij jouw checkout van extra korting bovenop je aankopen. Doe dat als je korting wil. En laten we meteen beginnen met een aantal packies. In de pack opening video van vandaag komen ook heel veel andere momenten te zitten van de eerste week van FIFA. Ik heb namelijk mijn voorgaande livestream die dit weekend was, die waarschijnlijk heel veel van jullie niet helemaal gezien hebben, heel veel enorm goede spelers gepakt. Ik heb hier nog maar 4 pakketten staan. Een goudpakket, 2 15k pakketten en 2 zeldzaam spelerspakketten. Dat is natuurlijk zeer matig, maar er komen nog heel veel goede aan hoor. Vertrouw mij maar. We beginnen nu met de 2 zeldzame gouden spelerspakket. Hieruit had ik in mijn livestream keer op keer op keer een zieke speler uit. Nou ja, hier krijgen we dan iets matigs. Is namelijk een Franse centerback. Dit is Pavard. Nou ja, niet heel goed. Het is wel 80 rated. Maar helaas niet wat ik bedoelde. In mijn vorige livestream had ik letterlijk om de 3-4 packs had ik weer een walkout. En weer een walkout. En weer een special card. Maar ja, weet je, die packluck was toen enorm hoog. En ik zei toen ook al van joh, die packluck kunnen we niet altijd zo houden. Het was eventjes voor toen. En ja, nu krijg je weer een Franse centerback. En dit keer Sakho met 52 pace. En dan komt hij ons laatste 15k pakketje. Dat zijn de pre-order packs die je dus iedere week gewoon maar gratis krijgt van EA. We krijgen weer geen walkout. Dan krijgen we wel een... Nee, ook geen bolenspeler. We krijgen een Italiaanse spits van Torino. Dat is Zaza, 82 rated. Zeer, maar dan ook zeer teleurstellend en heel erg matig. Kun je eens op mijn tweede account nog een aantal SBC's openstaan. Die ben ik nu lekker aan het voltooien. En daar vandaan krijgen we een aantal hele goede pakketten. We gaan daar nog eventjes nog een paar andere doen. Maar voor nu hebben we een 2x een 25k pakket. 1 keer in de vorm van een gouden spelers premier pakket. En 1 keer in de vorm van een zeldzaam goudpakket. Meestal vind ik deze pakketten niet enorm goed. Vooral zeldzame goudpakketten geven mij nooit veel geluk. En geven mij ook weer geen bordenspeler. Maar de zeldzame... Ja, oh, dit is trouwens wel decent. Ik weet niet of het wel waard is, maar in ieder geval die zeldzame speelspakketten of die premium speelspakketten, die kunnen wel goed zijn. Smalling 3k, matig. De andere 25k pakketje jongens, dan gaan we laten we kijken of we hier wat kunnen krijgen. Laten we het maar hopen. Een bolle speler ben ik al tevreden mee. We krijgen geen walkout. We krijgen... Oh nee, wacht. Het betekent helemaal niks natuurlijk. We krijgen geen bolle speler ook. We krijgen hier Fernando uit. Die heb ik al 100 keer gepakt. Moet even wat meer packen krijgen uit de volgende pack. Ik heb nog een 45k pakket van de SBC. En dit is de laatste pack die ik nu ga doen. Hierna komen allemaal packs van mijn voorgaande livestream. Die ik dus daarvan laat zien. We krijgen opnieuw geen walkout. Kunnen we wel nog een... Nee, ook geen swatch. Wel een bol... Oh my god, we krijgen niet eens een bolle speler. Nou jongens, de pack vandaag niet heel hoog. Maar... In mijn vorige, oh dit is al best een prima kaart. In mijn vorige last staan wel heel veel packs. En die packs wil ik eigenlijk graag in deze video laten zien. En daarmee nog een aantal andere packs van Lightstreams daarvoor. Die ik ook nog niet in mijn video heb laten zien. Dit is een vrij matig packje. Maar die Brozovic heeft best een prima kaart. Alles is boven de 70. Maar toch is helemaal niks waard. Nou is niet erg. Tot de volgende keer. Of we staan bij de 2 spelers. Ah, ze staan hier. Oké, dus bevat 2 Champions League spelers. Waarvan 1 zeldzaam. Ja, dat is dan weer een beetje matig. Maar het kan nog altijd goed zijn. Kan nog altijd goed zijn. Je krijgt in principe 1 goede Champions League speler en 1 slechte. Maar ook dit begrijp ik. Want als je iedereen alleen maar de hele tijd goede Champions League spelers geeft, dan komen er nooit slechte. Zeg maar. Om het... Ja, maakt niet uit. We gaan gewoon openen. Let's go. We gaan op... Let's go. We gaan hem gewoon openen. Nu... Oh. Nou, dan zeg ik dat dan eerder. Wat heb ik hier nog... Dit is fucking ziek. Maar waarom skipt hij hem? Dit is echt... Ik weet niet wat daar gebeurde, heel eerlijk. Maar dit is echt super ziek. Marcus Rashford, jongens. Let's go! Dit is echt fucking goed, man. Ik vind het oprecht heel vet. Want, kijk, ik ben United fan, zoals jullie weten. En... Nice! Doe het vooral. Klik nu op dat knopje, dit is gratis. Ik ga weglopen. En ik echt hoop op een redelijke speler, man. Even kijken, doet de packet nu wel? Oh, we doen het, hij doet het weer niet. Hij doet het weer niet. Of is het gewoon standaard bij iedereen zo? Dat hij het niet doet. Oké, ik ga zo naar mijn club zetten. Ik ga niet kijken. Ja, dat ga ik zo doen. Zo. En dan nu. Is het gelukt? Ja, toch? Hij doet het nog altijd niet, jongens. De pack doet het nog altijd niet. Ik ga naar mijn club storen. Zonder te kijken. Zet in de chat wie ik heb gepakt. En hopelijk was het een decent speler. We gaan het doen. Nu. Bam. Is het gelukt? Is het gelukt? Dit is gelukt. Oké. Okay. Jongens, komt ie.
Ik wil niet veel zeggen, maar dit is een hele goede pack. Oh mijn god, ik zei het, ik zei het. Oké, ik wil hem. Socrates. Oeh, Socrates. Socrates, we hebben er een One Swordje. Ja, matig. Ik ben heel blij dat ik een One Swordje heb gepakt. Laat ik dat even voorop stellen. Maar het is jammer dat je dan een afstandsspeler krijgt. Nee, grappig. Ja, prima jongens, we hebben er weer een. Hierachter kan ik altijd een goede speler zitten natuurlijk. We hebben een Walkout gepakt vandaag. We hebben een One Swordje gepakt vandaag. Het kan niet meer stuk. De Walkout is binnen. De One Swordje is binnen. En hopelijk zit erachter nog een redelijke speler. Dan hebben we een heel goede pack gehad. Dit is een walkout. Het is zo'n slecht pakketje, toch? We hebben eindelijk een walkout, een normale kaart. En dit krijgen wij, kan Özil. Ah, weer een Arsenal walkout. Jongens, wat, weer een Arsenal. Ja, Luc, zeg maar. Ja, kijk hoe die loopt. Alsof die ook zo op het veld loopt. Ja, wat doet hij nou? Zo. Je hebt 58 physical en dan ga je daar zo staan. En dit is wel, ja... Ja, nee, moet je niet doen, Özil. Ik zweer het je. Je zet jezelf gewoon echt verschut. Ook nog eens een Nederlands elftal shirtje terwijl je een Duitser bent. Het zou net zo erg zijn als je Nederlander bent en een Duits elftal shirtje hebt. Dat heb ik persoonlijk ook niet. Misschien. Maar ik vind oprecht dat deze walkout de 80k verdient. Dat heb ik gehoord. Heb ik vernomen. En hierachter zit niks achter. Oh, wow. Wat staat er bij bezorgd? Het is, ja. Hoppa, we hebben hem. De 80k, let's go. 25k pakketje hier staan. Pogba is een van de keuzes die je kan halen. Maar, voor 400k kan ik daar geen icon. Een walkout, dit is toch niet te geloven. Alsof het zo hoort te zijn. We hebben net de 80k gehaald. Mohamed Salah. We pakken Mohamed Salah uit de eerste pack nadat we de 80.000 naar beneden hebben gehaald. Oh mijn god, jongens. Heb ik meteen op de nieuwe spits van mijn team gevonden, of niet? 88 reed aan Mohamed Salah. Dit is niet normaal. Ik ga er meteen een fotootje van maken. De eerste pack na de 80k krijgen we Mohamed Salah. Dit... Wat? No way. Ja, maar hoe duur is die vent? Hoe duur is die? Oh jongens, de packluck vandaag. Dit is weer de packluck die we moeten hebben. Alaba, Salah en Wants to Watch. En achter Salah is het niks. Maar Salah, hoe duur is Mohamed Salah? 250k! Ja. Let's go, boy! Oeh. Wat ziek. Oh my god. Of is die 300k? Nee, 250k. Salah. Oh, money. Team, ik heb Stoichkov gepakt. Oh, dat is ziek, man. Oh. Kijk eens, jongens. Ik skipte hem. Ik zeg weer niks. Maar dit is geen walkout. Waarom is Alaba geen walkout? Hij is 70k. Hij is 70k. Oh, wat heb ik weer geluk. Oh, lekker. Ja, ik heb Marcelo al in mijn team. Dus in principe heb ik nu, ja, zowat de twee beste walkouts gepakt. De twee beste leftbacks gepakt. Ja, nou, Roberto Carlos en Jordi Alba heb je nog. Maar ik ga hem doorverkopen meteen, joh. Dat is echt ziek. Dat is echt heel ziek. Hop, de team, vriend. Daar ga je er niet naartoe. Maar goed, dat doet er niet toe. Ik ga dus 10 euro opeens zijn. Wow, die stem. Hey, walkout. Again, let's go. Wie hebben we? Kom op, walkoutje. Brazilië. Linksachter. Marcelo. Come on. Yes, we hebben hem weer. Oh, dit is zo ziek, jongens. Dit is zo fucking ziek, jongens. En het twee spelerspakket. Hot day. Let's go. Je zit hierachter. Oké, niks. Maar weet je wat hier zo ziek aan is? Ik gebruik Marcelo dus zelf. En ik heb hem al een keer gepakt. Wat ik nu ga doen, ik ga hem switchen. En ik ga die andere Marcelo verkopen. 140k extra in die bank. We hebben fucking wat packluck vandaag. We hebben echt vies veel packluck. Dit is niet normaal, jongens. Ik zweer het je. Back-to-back? Nee, geen back-to-back. Dat net niet. Jongens, heerlijk. Heerlijk walkoutje weer ook, hoor. Een heerlijk walkoutje weer. Dit is niet te geloven. Mensen die nu kijken, jullie hebben echt heel veel geluk. Jullie hebben heel veel geluk, want dit zie je niet vaak. Ik denk dat dit de meest pekkelijk is dat ik ooit... Weer een walkout! Ik ga weg, jongens. Ik ga weg. Dit is niet normaal. Is Saha goed? Saha is prima. Is ook lekker goedkoop. Oh, we krijgen weer een walkout, jongens. Is het roze? Nee, is het niet roze. Maar we krijgen wel weer een walkout. Italiaans. Center back. Chiellini. Kom! Op een uurtje. Oh. Oké. We gaan door. Ja. Pijnlijk. Pijnlijke fout die ik dan maakte. Een hele pijnlijke fout.
Ja, ja, ook dat soort dingen gebeuren wel eens, hè. Ook dat soort dingen gebeuren wel eens. Maar goed.